Met het doel de professionaliteit binnen de defensieorganisatie te vergroten, is het ministerie vandaag begonnen met een Cyber Analyst training. De training wordt verzorgd door de ITPH Academy uit Nederland in samenwerking met Interpoint Caribbean. De waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Q. Assen, benadrukte het belang van deze IT-training, waarbij personen opgeleid zullen worden tot cyberanalist. Analyse heeft uitgewezen dat het leger 2 keer vanuit het buitenland is aangevallen. Er zijn websites van ons lam gelegd en dat is een serieuze bedreiging. Vooral als we kijken naar de mate van automatisering binnen ons land. Geleidelijk aan begint ons land ook te automatiseren. Er worden een heleboel systemen via het internet of via ICT capabilities geregeld. En het is ook een gebied dat eigenlijk serieus moet worden aangepakt. Want wanneer dit soort systemen worden lamgelegd, kan ervoor zorgen dat je nationale veiligheid in gevaar komt, je economisch leven wordt ontregeld, etc. Dus dit zijn de capabilities waar we naar uitkijken. Kiwasen wijst er verder op dat het buitenland veel verder is, terwijl Suriname pas is begonnen. Vooral wat het veiligheidsgedeelte van cyber betreft, is het volgens de waarnemend bevelhebber zaak dat dit serieus wordt aangepakt. Defensieminister Krishna Kumari Mathura typeerde de kick-off van de Cyber Analyst Training als een nieuwe mijlpaal van de organisatie. Het adagium of spreuk van Defensie is dan ook: we klagen niet, we pakken aan. Het ministerie heeft de afgelopen tijd nagetrokken welke mogelijke dreigingen op de organisatie afkomen en waarop zij zich moeten voorbereiden. Een van de dreigingen was cyberveiligheid, digitale veiligheid. Heel veel organisaties in Suriname, maar ook in de wereld, zijn bezig te automatiseren. Ja? WhatsApp, social media, Facebook heeft heel veel voordelen. We kunnen makkelijker communiceren. We zijn makkelijker in contact met elkaar, maar het heeft ook dreigingen. Dreigingen waarbij informatie lekt, maar informatie ook op een professionele manier bijna vervalst wordt, waardoor verwarring ontstaat in een samenleving van wat is nou echt en wat is fake, wat is niet echt. Maar wat er ook is, dat geautomatiseerde systemen vanuit de afstand onbruikbaar gemaakt kunnen worden. Dit kan volgens de bewindsvrouw ertoe leiden dat de dienstverlening voor langere tijd kan worden gestremd. 16 mensen zijn geselecteerd om de 10 tot 12 maanden durende training te volgen. Ze drukten de cursisten op het hart goed gebruik te maken van deze unieke kans.